Merhaba arkadaşlar, 2020 Online Taahhüt Kursu Nederland Hollandca Dil Kursumuza hoş geldiniz. Bugünkü bölümde FIS yani V harfiyle başlayan kelimeleri, çokça kullanılan deyimleri ve atasözlerini öğreniyoruz. Dediğimiz gibi, V'lerin spreekwoorden gezegd is met het letter F. FAT, FIS. Herhaal deze spreekwoorden en gezegdes minimaal 2 keer hardop en duidelijk. Succes met het leren. Hij zit in mijn vaarwater. Hij zit in mijn vaarwater. İçime burnunu sokuyor. Je moet niet in deze val lopen. Je moet niet in deze val lopen. Bu tuzağa düşmemelisin. Met vallen en opstaan wordt hij wijs. Düşe kalka aklı başına geldi, akıllandı. Liever vandaag dan morgen. Yarın olacağına bugün olsun. Liever vandaag dan morgen. Ik heb geen vat op haar. Ona sözüm, söz geçiremiyorum. Ik heb geen vat op haar. Zij voelt zich zo licht als een veertje. Kuş tüyü gibi hafif hissediyor kendisine. Zij voelt zich zo licht als een veertje. Je moet niet uit het veld laten staan. Gözünü korkutmalarına izin verme. Je moet je niet uit het veld laten staan. Wees een vent. Adam ol, göster kendine. Wees een vent. Verbeter de wereld. Begin bij jezelf. Dünyayı değiştirmek için kendinden başla. Vergeet het maar. Sen onu unut. Aklından çıkar gitsin. Ik ben haar wel veel dank verschuldig. Ik ben haar veel dank verschuldig. Ona çok minnettarım. Een goed verstaander heeft maar één half woord nodig. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Een goed verstander heeft maar een half woord nodig. Ali is goed van vertrouwen. Ali çok kolay inanıyor, biraz saf. Zij is in verwachting. Hamile, çocuk bekliyor. Het is geen vetpot. Çok az kazançlı bir iş. Ik heb het geheim via via gehoord. Bu sırrı başkalarından duydum. Het is 5:45. Acele etmeliyiz. Geç kalıyoruz. Ik kan me daar niet in vinden. Bunu aklım almıyor. Ik kan me daar niet in vinden. We moeten de fingers aan de pols houden. Gelişmeleri dikkatlice izlemeliyiz. We moeten de fingers aan de pols houden. Hij steekt geen vinger uit. Tembel, kılını bile kıpırdatmıyor. Mehmet ziet het door de vingers. Mehmet görmezlikten geliyor. Finger met F arkadaşlar bu arada. Hij wordt op zijn vingers getikt. Kulağını çektiler, azarladılar. Vis begint aan de kop te stinken. Balık baştan kokar. Esma is zo gezond als een vis. Turp gibi sapasağlam. We moeten de vlag uitsteken. Kutlama için bayrak asmalıyız. Sara doet geen vlieg kwaad. Sara karıncayı bile incitmez. Twee vliegen in één klap slaan. Bir taşla iki kuş vurmak. Zij heeft vlinders in haar buik. Aşık olmuş. Çok mutlu. Door corona zet hij geen voet buiten de deur. Coronadan dolayı dışarı adımını bile atmıyor. Hij staat met één voet in het graf. Ayağının biri çukurda. Ölüyor. Hij is op staande voet ontslagen. İşine derhal son verildi. Kovuldu. Zij houdt voet bij stuk. Ayak diretiyor, inatlaşıyor. Zij houdt voet bij stuk. Zij loopt mij voor de voeten. Ayağıma dolaşıyor. We kunnen genoeg Nederlands om uit de voeten te kunnen.
idare edecek kadar Hollandaca biliyoruz. Hij wil graag witte voetjes halen. Göze girmek, kendini sevdirmek istiyor. Vol is vol. Doluysa doludur. Hij heeft het met voorbedachten raden uitgevoerd. Bunu tahammüden, kasten yaptı. Op voorhand moesten we 2 maanden borg betalen. 2 aylık depozitayı ve peşinen ödemek zorunda kaldık. Voorkomen is beter dan genezen. Önlemek tedaviden daha iyidir. Hij neemt altijd de voortouw. Her zaman ön ayak oluyor, inisiatief alıyor. Hij leefde als een vorst, kralları gibi yaşadı. Vrijheid, blijheid, özgürlük, mutluluktur, istediğini yap. Ik heb met de vuist op de tafel, op tafel geslagen. Masaya yumruğumu vurdum. Ze leven als water en vuur, kedi köpek gibi kavga ederek yaşıyorlar. In vredesnaam, wat doe je? Allah aşkına. Ne yapıyorsun sen? Ze zijn dikke vrienden, aralarından su sızmıyor, harika dostlar. We gaan dat in vogelvlucht behandelen. Hızlıca, kabaca ele alacağız. Je kunt er van de vloer eten. Tertemiz, baldık, yala. Hij heeft de klas in zijn vingers. Sınıf tamamıyla kontrol altında. Yetenekli birisi. Bugünkü dersimizde F harfiyle başlayan kelimeleri, çok çok kullanılan deyimleri, atasözlerini öğrendik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Unutmayın, inanmak başarmanın yarısıdır.